Tegen de landelijke trend in, veel werk beschikbaar bij groothandelsbedrijven in Haaglanden. De werkgelegenheid in de groothandel in Haaglanden groeit nog steeds. De sector kampt ook nog steeds met een zeer krappe arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen moeilijk personeel vinden. Voor de werkzoekende biedt de groothandel een grote verscheidenheid aan baankansen op verschillende beroepsniveaus. Zo concludeert het UWV. De bedrijfstak heeft de rol van tussenhandel voor de consumenten en zakelijke markt. De verwachtingen van het CPB van een hogere economische groei en consumptie in Nederland, de opverende wereldhandel en de groei van import en export kunnen in 2024 leiden tot een verbetering. In de groothandel in Haaglanden is het aantal banen toegenomen tot 19.000. Bovendien kwamen er 3600 vacatures bij. Dat biedt baankansen voor werkzoekenden. In Haaglanden stonden in de groothandel 1100 vacatures open in het tweede kwartaal van 2023. Beroepsgroepen waarvoor in het tweede kwartaal 2023 werkgevers in de regio de meeste vacatures open hadden staan, waren onder andere vertegenwoordigers en inkopers, laders en lossers, transportplanners en logistiek medewerkers, adviseurs marketing en callcentermedewerkers. Het aantal WW-uitkeringen dat door het UWV in Haaglanden werd verstrekt, is op hetzelfde niveau als dat van vorig jaar rond deze tijd.